dat ik ook zo moet. Ik kan het ziet eruit. Ja, en op de achterkant staat ook heel veel te lezen. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de beestenbol. Ja, eentje ligt daar, de ander is daar en de ander is aan het eten. Al met al is het weer later geworden dan ik gepland had, maar het is nu 3:15 op de klok, oftewel 14:46. Hij is 1 minuut achter op de computer. Het is vandaag maandag de 14e. Valentijnsdag. Er is net een kwartier geleden een hele mooie vlog online gekomen voor jullie allemaal. Dus ja, die wordt ook nog gedeeld. Niet door mij helaas, want ik mag op Facebook niks plaatsen. Omdat, ja, dat mag gewoon niet. Ik ben geblokt. Nou ja. Nee, ik ben niet stout geweest. Wel in hun ogen, maar niet in mijn of andermans ogen. Maar mijn bril, er zit een haartje op en zo zie ik hem niet. Doe ik hem op, zie ik hem wel. Ja, ja joh. Dus, maar oké. Ik ga nog lekker even het mooie weer in. Ook ga ik proberen vandaag folders rond te brengen. Door de brievenbussen. Of het me lukt, dat weet ik 1, 2, 3 niet, maar we zullen het zien. Sowieso ga ik deze straat doen en we zien wel hoe ver we komen, wat ik kan. En en onthouden wat ik niet kan, dan maak ik er een foto van, daar moet je verder of zo, weet je wel. Of even op een briefje schrijven, maar ik heb geen briefje bij me, nee. En ook geen pen, dan ga ik niet meer lopen te zeulen allemaal. Ik heb jullie wel bij me, dus ja. Maar oké, ja, ik heb de folders, ik zal het even pakken. Is dat op de kop? Zo moet ik. Denk al, het ziet er uit. Ja, en op de achterkant staat ook heel veel te lezen. Dus jullie zetten het filmpje maar even op pauze om dat te kunnen lezen. Nou, die folders moet ik dus... gaan verspreiden. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, dat is wel aan mij wel toevertrouwd, toch? Maar ik ga eerst de meisjes uitlaten. Ja. En daarna gaan we dat doen. Ga ik gelijk door. Ik doe het met de rollator. Gewoon hier een stukje in... heb ik weer nieuwe folders, dat is dan meer voor verre afstand en dan pak ik de booster, ja. En komt allemaal goed, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is echt prachtig mooi weer, dus geniet ervan. En we spreken elkaar later wel weer, ja toch? Ik zou zeggen, tot dan. Malle meiden. Maar oké, ja lieve vrienden, ik ben met hun dus uit geweest zoals jullie weten. En na die tijd, ik kwam terug, heb ik ze afgetuigd, hoe zeg je dat? En ik heb die folders gepakt. Ja, die zitten nou in die gele tas. En ik heb een heel stuk al gelopen, ja, en ik ben nu even met mijn spelletje bezig. Ik heb net een bakje koffie achter me kiezen. Oh nee,
Ik heb geen kiezer, nee. Hè? Nee. En dan ligt je bal nog buiten. Ja. Ja, dan ligt je bal nog buiten. En het is een roetje koud buiten, vind ik. Maar ja, ik moest wel met blote handen, laat maar zeggen. Ik had geen handschoenen aan. Ik probeerde dat eerst wel. Ik zal jullie trouwens even weer omdraaien. Zo, ja, daar ben ik weer. Maar in ieder geval, ik had eerst mijn handschoenen aan. Ik denk, proberen kan geen kwaad. Maar dat gaat niet hoor, met handschoenen folders rondbrengen. Nee, dat lukt hem niet. Dus die moest ik wel uit. Maar ja, we hebben het gedaan. We hebben toch weer, nog geen kilometer gelopen. 88 staat hij. 0,88. Maar ja, dat is toch heel wat. Dit straatje. Toen ben ik rechtsaf gegaan, ben ik een steegje ingegaan. En dan kom ik bij de voordeuren terecht van de huizen die je hier uit de keuken kan zien. Dat zijn de huizen die daar is ziet staan. Ja, dan moet je dus door een steegje, dat is allemaal smal. Nou, daarop ben ik geweest, Doolhof, de Kuiperstraat uit nog. Ja, dus, ja, dan weet je gelijk ongeveer waar ik woon, maar ik hoef je niet op visite hoor, met je kik aan, ja. Maar in ieder geval, en anders dan, een stukje van de Molenstraat heb ik gedaan. Dat gedeelte. Ik gedaan. Ik weet niet of dat ook Molenstraat is, want op een gegeven moment gaat hij over naar een andere straatnaam. Maar in ieder geval, ik heb wel heel wat gelopen, ja. Dat wil ik morgen die straat verder afmaken. Nou, dan moet ik hier het straatje uit en dan moet ik die kant op en dan weer terug aan de overkant. Maar dan kan ik gewoon hier weer naartoe en ik wil ook een gedeelte van de molengracht doen. Ha, ik wist het even niet meer. Maar in ieder geval, dat komt allemaal goed. We gaan het beleven en we merken het wel. Het ligt er ook aan hoeveel folders ik heb. Ja, en je komt ook een hoop deuren tegen. Geen drukwerk, geen reclame, dan enkel huis-en-huiskrantjes. Ja, nou. Dan willen ze absoluut geen reclamefolders of wat dan ook. Maar ja, ik vind het geen reclamefolder, nee. Dit gaat wel om Den Helder. Ja, en dat vind ik belangrijk genoeg. Maar ja, wie ben ik? Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga weer even nog een bakkie maken, want dat smaakte me lekker. En ik ga even verder met mijn spel. Daarna ga ik proberen te renderen, want het is net 4:30 geweest. Ik weet het niet eens. Ja, 6:37, ik ben 3 minuten voor, dus ja. Komt allemaal goed, zou zeggen. Hou vol goede moed.